dit soort dingen vind ik een podium waard. Omdat het echt uitgestorven is en dit is er nog. Ja. Nou nog. Ik fotografeer al langer boerenmensen, oude agrarische sector. En via via kom je eigenlijk bij deze boer terecht. En hij was heel terughoudend. Je komt daar en hij is echt van, moet dat nou? En gaandeweg krijg je een klik met die man. Mm-hmm. En dan mag je vaker fotograferen. En je volgt hem gewoon op al zijn werkzaamheden. En de serie heet Op de Gubbe. Dat is dus een groot achter de koeien. Bij deze boer, je gaat zo ver terug in de tijd, dat hij dat nog met greep en bats die groot leeg moet scheppen. Elke dag? Elke dag, twee keer. Per dag 16 kruiwagens. En dan moet je allemaal naar buiten kruien. En dat is mijn partij zwaar. Ja. Ongelooflijk. Heb je waardering gekregen? Voor dit soort boeren heb ik heel veel waardering, echt. En niet dat het moderne minder waardering verdient, maar dit is gewoon echt puur. En dat vind ik echt mooi vast te leggen.